Ah, Bart, goedemiddag. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja? Ja. Mooi. Mooi. En is er nog wat, zijn er nog wat mensen in het centrum vandaag? Ja, er zijn er wel een paar binnen geweest. Ah, oké, oké. Ah, gezellig. Gezellig. Ja, ja. Hey, heb je dat gisteravond vanavond op de tv gezien? Wat heb je dat debat? Ja, ik ben nou ook die rechtszaak aan het kijken van Wilders. Oh ja, inderdaad. Ja, ja. Nou, ik vind het wel erg hoor, die vent allemaal doen is. Ja, ja. Het is erg. Ja, ik vind dat gewoon niet kunnen, weet je. Mensen zwart maken, letterlijk. Ja. Ik kan niet kunnen. Ja, ja, dat klopt. Ik weet niet hoe jij er tegenover staat. Nou, ben geen fan van Wilders. Het enige wat hij heeft bereikt is 20 km snelweg bij 10 km per uur harmaat. Dus ja, niet veel bereikt. Nee. Maar wat is er met het debat van gisteren? Ja, er was ook zoiets van, het CDA die had tegengestemd. Tegen het voorstel om het persoonlijk gebonden budget af te schaffen. Ja. Nou verdwijnt het of niet? Nee, het blijft. Daar ben ik wel heel blij mee. Je weet wat PGB is? Ja, ik weet wat het is, maar de mensen die veel verdienen en veel werken, die betalen nou aan de andere mensen die het in één keer nodig blijken te hebben. En als hun eigen kind iets heeft, dan krijgen hun het niet, omdat ze te veel verdienen. Dus ik vind het eigenlijk wel een beetje een bullshit. Oké. En er zijn natuurlijk ook mensen die het echt nodig hebben. Ja, die zijn er, maar wanneer heb je het echt nodig? Het is als jij je laat testen op dyslexie, krijg je het al. Dat heeft bijna iedereen. Oké. Ja, dat is wel heel makkelijk dan. Hè? Misschien zouden ze de regels dan moeten verscherpen, zeg maar. Ja, voor ons misschien dat wel beter zou zijn. Voor ondersteuning. Ondersteuning bij het leren is het goed, maar niet daarna. Als iemand van school af is, dan hoef je hem niet meer te sponsoren omdat hij dyslexie heeft. Omdat hij zijn krant moeilijker kan lezen. Ja. En niet hoeft te sponsoren. Ja. Ja, dat zit wel meteen. Zeker. Ja, prima. Dan kom ik wel verder kijken. Yes. Ik maak een herrie op.